Ik ben Carmiet, ik ben 25 jaar, ik ben componist en ik heb dit jaar een stuk geschreven voor de Verenigde Vergadering op Prinsjesdag. Ik vind het heel goed dat ik als jonge componist een stuk mag schrijven voor Prinsjesdag. Om te laten zien dat er nog steeds heel veel mooie muziek wordt gemaakt door jonge mensen in Nederland. Ik heb natuurlijk gedacht aan de essentie van Prinsjesdag. Dat is natuurlijk met goede moed het nieuwe politieke jaar beginnen. Dus dat is iets wat ik heel erg heb geprobeerd te verklanken in het stuk. Door middel van opzwepende ritmes en ja. Ik heb het daarnaast ook niet heel volledig positief gelaten, want dat zou te idealistisch zijn. Dus je hoort af en toe ook een beetje de onverwachte gebeurtenissen die aankomend jaar zichzelf ook zullen presenteren. Ja, ik ben er zeker bij. Ik kijk er echt ontzettend naar uit om het een keertje in het echt mee te maken. Hoedje, ja, daar zijn we nog niet helemaal, maar die komt er vrees ik wel.